de vorige keer. Ik kom eraan, Neutje, maak je geen zorgen. Kom op. Ja, de deur is open. Neutje. Oh, ja, je bent vrij. Oh, hoe gaat het met jou? Goed. Waar is Birko? Birko, hoef je geen zorgen meer over te maken. Hij is weg. Ik heb hier dus zijn gratis biertjes, zo spontaan, weet je wel. Die heb ik hierin gestopt. En dat zou een zogenaamd een gift zijn. En een nieuwe dag is aangebroken. Ik zit er in mijn kantoortje. Ik kijk naar Rv, David en naar mezelf. Want ja, hè, waarom ook niet? Ik ga eens even kijken hoe het ervoor zit in mijn brievenbusje. Wat doen dan die mensen nou hier voor mijn deur? Holy moly! Ja, dit moet ik een keertje doorkijken. Of ik heb misschien wel iemand nodig die dat voor mij wil doen. Want dit is, please, Marnik, de Black Mafia. Jezus, wat is dit nou allemaal weer? Wat ik hier allemaal in zitten? Bier? Ik heb hier alleen maar ooit boekjes in gestopt en bier niet. Weet je wat? Ik neem een biertje mee voor mij en voor Neutje. En dan ga ik eens even kijken wat hier allemaal in. Mijn bouwspulletjes. Een vuurwerk voor de bruiloft die er binnenkort aan gaat komen. En heel veel kleding, zoals bivakmutsen, die ik nog ga verkopen. En dit is volgens mij allemaal van de garage of zo. Volgens mij wel. Ik denk het wel. Oh jezus. Hallo mensen, hier moet ik even laten weten aan jullie. Dit kan je kopen of huren nu. Dit is voor 20.000 per week. Of de koopprijs natuurlijk veel goedkoper. En dat is dus niet natuurlijk 150.000 of zo in één keer. Maar dat is misschien 80.000. En dan heb je dat pandje voor altijd. En dit is ook te koop en te huur weer. Want het is ook weer helemaal leeg. En hier is nog één stukje. En dat is heel dit grote foodstore stukje. Dat kan je kopen of huren wat jij wil. Je kan een contact opnemen met mij, want dit is allemaal van mij. En de andere stukjes zijn van Mirage volgens mij. Hey, snapt, hallo. Ik ga even kijken of Neutje er ook is. Hey, Neutje, wat doet Marijn en Jessie? Dat is een tweelingbroer of zo. Hey. Hallo. Oh, lijkt wel heel goed op jou. Ja, vind ik ook. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, goed hoor. Ik heb je gemist het afgelopen paar uurtjes dat ik je niet meer heb gezien. Ja, ik... Oh, het is wel heel druk. Wacht even. Ja, het is heel druk. Zullen we eventjes snel bewegen? Even rennen, want al die mensen hier... Potverdorie. Zo, hier wilde ik je naartoe brengen. Het bouwbedrijf. Het is tijd dat wij echt wat spulletjes uit gaan zoeken. Meubels. Sinds kort is er geen IKEA meer. Of al, dat is al eventjes trouwens. Maar ja, we hebben wel wat spulletjes nodig voor in het huis, toch? Ja, alles is zo kaal. Kunnen we er ook niet echt gaan wonen. En daarom had ik het ideetje om eventjes alle huisjes hier te bekijken die hier staan. Dat zijn allemaal voorbeeldhuisjes en alle meubels te bekijken. Want... Leuk? Ja, dat vind ik ook. Want hier staat één huisje en daar... Volgens mij staan er vier huisjes of zo hier. 1, 2, 3, 4. Die staan helemaal ingericht. Of? Ik denk het wel. Hey. Ik ben nog nooit echt binnen geweest of zo. Ik ben alleen hier bij het bouwbedrijf geweest voor de bouw van ons grote winkelcentrum. Maar dit hier, dit is voorbeeld dummy 1. Dit kost maar 40.000 om te bouwen. Dat is niet veel. Oh, even kijken hier binnen. Wat ziet dat er eng uit? Leuk uit. Oh, leuk. Ja, ik vind het ook leuk uitzien. Kijk, met boekenkasten en zo. Die heb je ook wel nodig, hè? En dit is gewoon een lekker chillhoekje met zo'n lekker tafeltje waar je benen op kan leggen. Oh, dit is wel ideaal, zo'n hoekje eigenlijk. Vind je niet? Ja, zo lekker zo. Ja, ik zit al helemaal voor me. Zo'n bankje zo. Ja, dan ga ik zo lekker bij je liggen zo. En dan gaan we lekker chillen. Goed idee, hè? Ja. Zoiets is wel cool. Maar ik weet niet of we dat soort hout dan ook wel willen. Want dat is... Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat bij het huis past. Nee. En bloemetjes, dat is wel iets voor jou dan, denk ik weer. Toch? Ja, dat is altijd leuk. Ja. En dit is dan wel iets kleiner hier. Maar wij hebben natuurlijk een master bedroom. Waar misschien wel een vierpersoons... Nou, ik weet niet. Laten we gewoon een tweepersoonsbed houden. Ja. Vierpersoons, ik weet niet waar je van past. Ik ben niks van plan, hoor. Ik ben niks van plan. Maar nu we hier toch zijn, lust je een lekker biertje? Ik denk dat ik vandaag eventjes overslaan. Wat? Ik voel me niet zo heel erg lekker. Ik heb speciaal voor jou een biertje meegenomen. Nou ja, dat drink ik er alsnog gewoon eentje. Dan drink je er lekker. Twee. Twee? Nou ja. Dan drink je voor mij, toch? Ja, oké, vooruit dan. Ah, lekker biertje. Altijd lekker die dingetjes. En ik heb meteen weer 2000... Oh, jezus, ik voel hem wel echt hangen nu. Ik zie je een beetje draaien. Gaat dit nog weg? Oh, jezus, dat duurde langer dan normaal. Ja, ik vond biertjes in mijn kist, dus ik dacht ik neem ze mee. Oh, lekker. Maar, ze waren speciaal. Maar hier is ook nog een balkonnetje. Wat zeg je? Heb je er twee op? Extra lekker. Ja, ik voel hem nou wel een beetje hangen hoor. Maar dit balkonnetje, misschien staan er ook nog leuke meubeltjes op. Even kijken hoor. Kijk. Nee! Het ziet er wel heel leuk uit in balkonnetje. Wat is er? Oh, niks hoor, niks. Er is niks aan de hand. What the fuck?
Oké. Kom, we gaan niet weg. We gaan naar de volgende. Laten we naar de volgende gaan. Wil je het nou niet zien, Nick? Wat doe je allemaal raar? Oh, ik, niks hoor. Ik dacht dat ik een spin zag of een muis. Oh. Dit is toch niet normaal? Jet, zie jij toevallig iemand hier bij ons of zo? Nee. Nee? Nee, niks. Ik denk dat ik allemaal muizen zie lopen of zo. Het is hier niet zo schoon. Maar, het biertje werkt wel heel goed volgens mij. Nee, dit doet niet het biertje. En het tweede huisje, kijk hoe vet dit er nou weer uitziet. Dit ziet er wel leuk uit zo. Ja, een mooi keukentje voor jou. Hier mag je de hele dag staan. Nou... Nee, ik moet je iets vragen. Wat? Zag je net iemand lopen hier? Ben je maar gek geworden? Dan zou ik er echt wel gezien hebben hoor. Oké, was een grapje. Ik was prank. Laten we hier naar boven gaan. Misschien staan hier nog leuke spulletjes. Dit is gewoon een chillhoekje en een klein bedje en een balkonnetje met helemaal niks. Klein. Ja. Maar ja, dit is dus niet zo speciaal, hier kunnen we niet... Marnik, kom je lekker in bed, hè? Marnik, hè? Ik ga naar beneden. Waar ben je? Ik ben beneden, hoor! Oh, okay. Ja, ik ben vast naar beneden gegaan. Heb je de deur dicht gedaan? Want anders worden die mensen hier misschien boos. Even kijken. Oh, je hebt het niet dicht gedaan. Nee, sorry. Zo. Ik heb het aardig warm, moet ik zeggen. Voel je jezelf wel helemaal goed? Ja, natuurlijk. Ik krijg het warm van jou, denk ik. Wat? Oké. Kom, we gaan. Oké. Okay. Zie jij die man daar staan? Ja. Hoi, Marnik! Hoi! Hoor je niks? Hoor je echt niemand praten? Ja, ik hoor jou praten. Hoe moet ik anders op? Nee, laat maar. Het derde huis! Yay! En dit is volgens mij meer een winkeltje. Ja. En ja, dit winkeltje dat... De vloer en de stijl. Ziet er wel leuk uit. Dat wel. Vind je? Ja. Ik vind het ook. Maar hier hebben we dus niet zoveel aan. Laten we... Hey Marnik, wil je een biertje kopen? Lekker goedkoop en zo. Ja, lekker bij Biotopia. Ja. Wat is dat? Nee, niks hoor. Niks. Ik ben niet gek aan het worden of zo hoor. Dat is helemaal niks. Laten we naar het derde huis, of het vierde huis gaan. Niet het derde. Derde hebben we net gehad. En dit lijkt ook wel een beetje een kledingwinkel. Staat er ook bij. Kledingwinkel. Oh. En hier staan wel mooie bankjes en zo. Mooie bankjes misschien. Lekker zitten, Marnik. Mooie bankjes voor in de kamer. Wat doen al die mensen hier toch zo? Mooie bankjes voor in de kamer. En even kijken hoor. Hier achter de balie. Dit ziet er ook wel cool uit. Zo met die kist. Ja, kisten heb ik niet echt nodig of zo. Maar... Ja, nee, dit zijn inderdaad hele mooie kisten en zo, ja. Maar dat hebben we toch helemaal niet nodig, Marnik? We moeten toch gewoon een interieur hebben? Wat is dit? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier, Birko? Wat is er nou aan de hand? Hallo, Marnik? Waar is Neutje? Ik ben Neutje, hallo. Hè? Nee, waar is Neutje? Neutje! Wat is er? Ik moet je eens vertellen. Wat doe je allemaal raar? Ik doe niet raar. Maar ik zie de hele tijd Birko! Waar is zo? Overal! Hij loopt voorbij! En jij was net Birko! Nee. Jawel! Wat doe je nou? Jawel! Nee! Hij staat achter je! Kijk achter je! Achter je! Hier loopt hij! Achter de balie! Zie hem achter de balie! Ik zie alleen een hele mooie kist hier. Birko, wat? En hij is weg. Wat is dit? Wat doe je? Doet echt wacht raar. Eens even. Nee, maar serieus. Wil jij een biertje? Nee, je biertje moet je niet drinken. Die biertjes. Zou Niraj je daar neer hebben gelegd? Want de enige die in mijn kantoor kan verder is Niraj. En verder heeft niemand de sleutels volgens mij. Zou het dan met je biertje geweest moeten zijn? Weet ik niet. Ik heb verder niks gegeten of gedronken vandaag en ik weet het niet. Ik... Dokter dan of zo? Heb jij biertjes geleverd aan mij in mijn kist of zo? Nee. Ja, ik weet dus ook niet wat het was. Ik denk dat het nu wel voorbij is, het effect of zo. Wil jij weten hoe dit avontuur verder gaat? Laat dan een like achter en laat weten hoe jij denkt dat het af gaat lopen.